Breda Nu. Je weet het meteen. Ada, ik zie dat jij met een instrument werkt waar ik het nog nooit mee heb gezien. Ja, zo zie je maar dat je met vreemde elementen hele leuke dingen kunt doen. En ik heb dat ooit lang geleden gezien, gedaan door Herman Gerrit Richter in het museum. Duits kunstenaar. En hij werkt met hele grote latten. En dan schuift hij de verf. En dat was zo fantastisch, zo'n mooi resultaat. En op een gegeven moment ben ik dat ook gaan doen. Doe het niet altijd, maar nu zit ik in zo'n periode dat ik het inderdaad met de ruitenwisser doe. Maar er zit ook een soort onderlaag op, dat lijkt wel cement of beton of zoiets. Ja, ik hou van structuren in mijn werk. Dan heb je met ruitenwisser techniek dat je altijd wel structuren krijgt. Het duurt ook lang voordat het droog is. Maar ik hou sowieso van structuur in mijn werk. Ik hou niet van die hele platte werken. Weet je dan van tevoren dat je deze strepen zo gaat zetten? Absoluut niet. Ik heb nu net zomaar wat kleuren gepakt. Misschien pak ik taakjes heel anders erbij. Nee, dat weet ik nooit van tevoren. En zo wil ik het ook. Het is dat is heel moeilijk. Mensen denken, oh, lekker makkelijk. Maar dat is eigenlijk helemaal niet. Omdat je moet eigenlijk niet met het resultaat bezig zijn. En dat is eigenlijk het moeilijkste wat er is. Want ik ben nu allemaal schilderijen maken voor een expositie in maart. Dus dan ben je al met het resultaat bezig. En dat moet je juist loslaten. In hoeverre experimenteer je nou met materialen en met verf? Dit heb ik natuurlijk al eerder gedaan. Maar alles is in principe mogelijk, want je ziet dat mes. Ja, daar werk ik ook al heel lang mee. Ik krijg weer een heel ander effect mee. En eigenlijk kan je alles gebruiken. Dus deze netjes bijvoorbeeld. Ja, zeggen, ja, daar hebben sinaasappels en zo ingezeten. Maar dat geeft zulk leuk effect als je dat erin verwerkt. Je gaat de verf overheen doen. Het is niet meer herkenbaar als een sinaasappelnetje, maar het krijgt ineens een hele andere structuur op je doek. Ik heb beneden ook een atelier. En dan kan ik me echt helemaal afsluiten. En als ik daar ben, ik ga alleen als het licht is. En ik ga door, ik zet de radio aan of muziek aan. En op een gegeven moment stop ik en is het helemaal donker. Dan denk ik, oh, de dag is voorbij. Ik moest net een kleur voor jou noemen. Noemde ik natuurlijk expres paars. En eigenlijk een beetje een geintje. Maar jij laat zien dat je dus met elke kleur iets kunt. Ja. Als het op de juiste manier doet. Ja, wat ook het grappige is. Ook een beperking. Dat stimuleert creativiteit. Ik zou paars zelf niet zo snel gekozen hebben. Maar dan word ik gedwongen om vanuit de andere richting iets te doen. En dat stimuleert dat je op een andere manier ook naar je doek kijkt. En dat er ook iets anders gebeurt. Mm-hmm. En soms heb je natuurlijk een beperking of dat er een bepaalde kleur op is. Of dat mensen, zeker in opdracht, zeggen van ik wil het sowieso. Dan denk je in eerste instantie, oh shit, zeg, het zal toch niet zwaar zijn. Ja. Maar uiteindelijk komt er altijd iets moois uit, omdat mij dat dwingt om juist op een andere manier daarmee om te gaan. Jij zei net, je moet wel met bepaalde wetten rekening houden. Dat zijn schilderwetten of kleurwetten, of wat bedoel je? Dat je een kleur bijvoorbeeld niet één keer ergens gebruikt. Tenzij het als een eyecatcher wil doen. Wat Turner vroeger deed met zo'n puntje rood. Ja. Denk je, hey, poang. Dat als je ergens een kleur gebruikt, dat ik hem ergens anders weer laat terugkomen. Je zag het ook met het werken. Ja. Ik doe hier, hier. Het is niet zo dat ik heel langzaam mijn doek opbouw. Nee, ik doe hier, hier, hier doe ik wat. Ik wil dat iedere keer laten terugkomen. Een bepaalde compositie. Dat is waar ik vooral heel erg mee bezig ben.
En ook de kleuren. Ik wil niet alleen maar roze, maar het is net zoals zie je hier bijvoorbeeld. Er moet een beetje aansluitende kleur bij zijn, dat het wat levendig wordt. Anders wordt het saai. Soms kan het maanden duren. En er is soms maar één lijntje of één. Pst. Ja. Ik denk, oh, dat was het. Kan soms heel klein zijn. En wanneer komt die inspiratie dan? Kan dat zijn als je in bed ligt, op de wc zit of koffie drinkt of wat dan ook? Ik heb het altijd. Als ik al een lijn zie of een bepaalde kleur, denk ik, oh, dat is een mooie kleur. Dit is wel een heel ander soort schilderij weer dan dat we net hebben gezien waar je mee bezig was. Ja, misschien wel, maar ook, het is wel vrij expressief. En dit is ontstaan uit een enkele lijn. Ik zag een foto van iemand, die zat in Noorwegen. En die had een foto op Facebook geplaatst. En ik zei, oh, mag ik die foto gebruiken als basis van de schilderij? Nou ja, dit is het geworden. Want ik zag alleen maar die lijnen van het meer. En die had ik overgenomen. En toen dacht ik, oh, wat mooi. En uiteindelijk, het was af. Toen denk ik, oh, verrek, het is een kerel geworden. Ada, we staan hier bij, wat is het? Het lijkt, voor mij is het een soort vis, maar dan met vrouwenpoten. En links of rechts is een kabouter die een beetje opgeschoten is. Het is juist leuk, hè, dat je je eigen verhaal erbij kunt maken. Dat vind ik zelf heel erg leuk. Als mensen naar kijken, dan denken, oh, wat leuk, ik zie dit. En soms zien ze dingen erin die ik helemaal niet in heb gelegd. Maar ja, dat is juist het leuke ervan. Dit is uit 2006? Nee, 2017. Oh, 2017. Ja. Oh, 6. Aha. De maand juni. Ja, dat is eigenlijk ontstaan. Ik heb een hele serie hiervan gemaakt. Ik was in San Francisco bij mijn vriendin en ik was helemaal niet van plan om te schilderen. Ik zat in die tuin en ineens had ik zin om wat te doen. Dus van alle kanten papier en krijt gehaald. En toen ben ik begonnen en uiteindelijk kwam ik thuis en heb ik een hele serie schilderijen gemaakt. California Dreaming noem ik ze. En ontstaan uit de enkele lijn. Dit schilderij is ordening, tegenovergestelde van daarnet. Maar tegelijkertijd zit er ook een rode streep doorheen. Ja. Die dan toch weer even jouw pit laat zien. Ja, het is een beetje het gevecht. Want soms heb ik een hoofd vol met allerlei ideeën. En dat is mijn manier om een ordening aan te brengen. Ga ik vlakken maken. Maar die vlakken zijn niet gelijk. Probeer ik wel, maar dat lukt niet. En dan ga ik ernaar mee denken. Even verrek, het klopt helemaal niet. Natasja, ja. Jij zaagt die verf op, ben je niet bang dat je hem inslikt? Ik kijk wel tot hoe ver die gaat, maar het gebeurt ook wel zoiets dat in mijn enthousiasme, ja. En dan moet je naar de kraan rennen? Wow. Ja. Toch wel, ja. Ik mag op jouw schilderij staan, dat vind ik eigenlijk wel bijzonder. Ja, dat doe ik zelf ook. Ik bedoel, het kan geen kwaad zo, behalve als je in de verf stapt, hè. Dan... Maar ja, er zijn toch wel schilders bij. Daar moet je echt afstand bewaren. Is dat bij jou omdat jij denkt... mensen moeten dicht bij mijn schilderij kunnen komen? Of heeft het daar niks mee te maken? Nou, sowieso denk ik dat mensen... en dichtbij en afstand, want je ziet dan dingen anders. Maar... nee. Ik vind het wel iets hebben als het zo over de grond ligt. Ja, dat is iets anders dan als het aan de muur hangt. Hè? Want ik heb gezien, er zijn schilderijen van jou die aan de muur hangen voor een tentoonstelling. Dan moet je er wel van afblijven. Dan zijn ze ook klaar, denk ik. Dan is het misschien ook in mijn ogen meer een echt schilderij. Ja, dit is gewoon iets in wording. Waar ik bij zo'n doek, daar kan ik dagen of weken aan werken. En elke dag komt er weer iets op wat ik denk, oh, dat vind ik interessant. Of dat moet erop, of dat past bij die dag. En als ze eenmaal af is, dat is ook altijd wel een moeilijk moment van wanneer is iets af. Ja, dan is het niet meer zo om over te lopen. Dan zeg je net, het is ook wat in mij opkomt, hè, waar ik mee bezig ben. In de loop van de tijd, want hoe lang doe je bijvoorbeeld over zo'n schilderij? Dat ligt eraan, als ik doorwerk kan zoiets in een week wel af zijn. Maar het kan ook wel dat ik tussendoor weer andere dingen doe of met andere werken bezig ben. En dan ligt het hier 3 weken op de grond. Maar het is wel telkens als er iets in mijn hoofd opkomt, dat ik denk, oh, dit moet er ook op, of dit moet nog eventjes. Dus zijn er allemaal momenten, ja, die er dan zo opkomen. Dus je bent niet iemand die van tevoren precies weet wat er gaat gebeuren? Je laat het van de momenten afhangen? Ja, dingen ontstaan wel van dingen waar ik mee bezig ben in het dagelijks leven, denk ik. Of iets wat ik gehoord heb, of iets wat me interesseert, of iets wat ik in de krant lees. En dan, ja, ontstaat gewoon iets. Natasja, ben jij een lijnenschilder of ben jij een kleurenschilder?
Alle twee. Ik gebruik wel veel lijnen in mijn werk, ja. Maar zijn de lijnen er eerst in die zin dat daarna de kleur komt? Of denk jij in kleuren en zet je die lijnen alvast vooraf? Denk dat ik het meeste in kleuren denk. Maar als je ziet, ja, wat je hier zo aan de muur, dat lijnen ook wel heel belangrijk zijn in mijn werk. Zijn die lijnen bedoeld om het een beetje te reguleren? Of zijn dat de ideeën die je in je hoofd hebt? Denk ideeën, maar ook om sommige dingen vorm te geven. Je kunt ook door kleurvlakken vormen neerzetten, maar ik vind het altijd wel fijn om iets met lijnen erbij te doen. Ja, want je begon nu met de lijnen, heb ik gezien. Ja. Maar je begint meestal met een groot vlak en daarin vaak lijnen. En dan ga ik op een gegeven moment met kleur spelen. En niet alleen, dit lijkt wel een beetje op inkleuren, maar dan ga ik er ook wel overheen of achter de vlakken iets mee doen. Maar lijnen vind ik, ja, vind ik wel prettig om mee te werken. Ja. Dan zeg je iets heel grappigs, vind ik. Spelen met kleuren. Ik vind namelijk ook dat spelen met kleuren is, maar dat hoor ik een kunstenaar niet zo vaak zeggen. Wat bedoel jij met spelen met kleuren? Ja, voor mij, in mijn werk is kleur heel belangrijk. Ik heb ook altijd wel periodes dat iets overheersend groen of roze of zwart is. Maar om daar, ik weet niet, het zit dan in mijn hoofd. Dan heb ik ook allemaal roze kleren of groene kleren. En overal waar ik dingen zie, zie ik dan groen of roze of wat het dan ook is. Dan is een kleur die mij heel erg beheerst. Ja, dat klinkt ook een beetje raar. Maar in ieder geval waar ik wel door geobsedeerd ben op dat moment. En je kan nooit van tevoren zeggen wat dat is of waarom dat is? Nee, en dat verandert dan ook wel geleidelijk. Dat neem ze roze periode, dat het langzaam verdwijnt. Dan komt er meer blauw, groen, groen, geel. Dat gaat zo geleidelijk wel van de een in de ander over. Dus je zou aan jouw kleuren in jouw schilderij kunnen zien uit welke periode het is? Ja. Maar jij zegt iets bij verzinnen, hè? Wat verzin je dan bijvoorbeeld? Want zo'n blad bestaat dan niet. Maak je dan samengesteld uit allerlei ideeën over dat blad? Of wat bedoel je met dat verzinnen? Nou, verzinnen, je hebt een bladvorm. Maar dat ontstaat als ik zo met dat rietje bezig ben. Of net zoals deze vorm. Dat is niet echt een bestaand blad, maar een beetje op een varenvorm geïnspireerd. Een beetje. Je deed het ontzettend snel, hè? Je zet het even losjes op en vervolgens ga je ermee aan de slag. Dat is hoe jij schildert? Dat is over het algemeen hoe ik schilder, ja. Tenminste, op grote doeken, dat vind ik wel lekker dat je daar, kun je ook gewoon lekker vrij werken. Ik vind het ook soms leuk om petit peuterig te werken en dan ga je, ja, dan werkt het weer op een andere manier, maar ik vind zo'n groot doek wel heel prettig. We staan hier bij ander en toch hetzelfde soort werk. Dat wil zeggen, jij schildert graag in het groot. Maar dit zijn hele kleine schilderijtjes. Kerstkaarten, zei je? Ja, nieuwjaarswensen. Kerstkaarten vind ik niet zo. Maar het is wel bedoeld, tenminste dat was de opzet van het geheel, om voor een aantal mensen een nieuwjaarskaart of wens te maken. En ben ik eigenlijk begonnen met allemaal van die blauwe vlakken en daar wat kleine dingetjes op te tekenen. En al gaandeweg heb ik het hele doek bijna volgetekend. Dus nou is nog eventjes de vraag hoe ik er weer losse kaarten van ga maken. Ik ben me heel erg van de hak op de tak springend en dan een stuk of 3-4 schilderijen tegelijk liefst. En dan op een gegeven moment is alles ook wel weer af. Dus eigenlijk is zo dat jouw schilderkunst een afspiegeling is van jouw leven? Ja, maar is het niet altijd zo? Dat weet ik niet. Ja, voor mij is het een logisch iets. Nou, ik ken wel kunstenaars die een totaal ander leven hadden dan hun kunst die ze beoefenden. Maar bij jou is het dus duidelijk 1-op-1 bijna? Het zit gewoon wel echt in mijn leven verweven. Ja, dat klinkt ook al zo, maar nee, ja, het is ook gewoon midden in mijn huis. Ik leef er ook de hele dag in. Ja. Ook alles wat aan de muur hangt, Breda Nu. Je weet het meteen.